Midden-Brabantse ondernemers zetten op 24 maart 2013 de deur wijd open tijdens de bedrijvenronde Hart van Brabant. Een van die bedrijven is Zorgcentrum De Bijsterstede, gelegen aan het Energieplein 52 in Tilburg. Daar laat Zorgcentrum De Bijsterstede op 24 maart het volgende zien. In Woonzorgcentrum De Bijsterstede gaat zeker het een en ander gebeuren. U bent van harte welkom op die dag. Er zijn drie rondes waar u deel kunt nemen door een rondleiding, voor een rondleiding. Dat is om 11 uur, om 2:30 en om 3:30. En om 2:00 komt Peter Schepens zingen. Dat is een bekende zanger hier in Tilburg. Dus dat is echt wel iets bijzonders. Daarbij is er ook gratis popcorn. Dus dat is voor de kinderen leuk. Tijdens de rondleiding wordt er verteld wat er in de zorg gedaan wordt. Wat er met de bewoners gedaan wordt. Wat voor activiteiten hier doorgaans door de week zijn. Wat heel veel is. Dat is biljarten, dat is sjoelen. Dat is nou te veel om op te noemen. Maar als u komt kijken, dan weet u zeker dat er voor u wel iets bij is. Tevens willen wij ook graag de wijk bij ons binnenhalen. We hebben een heel mooi bruin café waar de wijkbewoners een biertje kunnen komen drinken. Maar tevens ook een feestje kunnen vieren als ze dat zouden willen. Meer bedrijven bezoeken? Kijk dan op www.bedrijvenrondehartvanbrabant.nl. Of makkelijker nog, scan de onderstaande QR-code. Bedrijvenronde Hart van Brabant. 24 maart 2013 van 11 tot 4:00. U bent van harte welkom.